Kwesi heeft afval opgeruimd. Hij heeft zijn hoofd en zijn armen verwond. Kwesi bloedt een beetje en hij heeft een beetje hoofdpijn. Hij heeft pleisters en paracetamol nodig. Wat kan Kwesi het beste doen? Bij de drogist pleisters en paracetamol kopen. Bij zijn huisarts om een recept vragen. Zich laten behandelen in het ziekenhuis. Ali en Zara zitten bij de buurvrouw in de auto. De buurvrouw brengt Ali en Zara naar het station. De buurvrouw vertelt over haar kleindochter. De kleindochter gaat haar communie doen. Wat kunnen Ali en Zara het beste doen? Uitleggen waarom ze communie niet goed vinden. Vragen waarom kinderen hun communie doen. Zeggen dat ze niet over communie willen praten. De tante van Ali en Zara ligt in het ziekenhuis. Ali en Zara zijn op bezoek. De verpleegster heeft geen tegengeven aan tante. Daarom is Tante boos. Wat kunnen Ali en Zara het beste doen? Een brief schrijven aan het ziekenhuis. Vragen of hun tante thee krijgt. Zeggen dat hun tante nu direct thee moet hebben. Ali en Zara zitten in de bus. Het is druk in de bus. Er stapt een zwangere vrouw in. De zwangere vrouw draagt een zware tas. Wat kunnen Ali en Zara het beste doen? De tas op hun bank zetten. De vrouw met de tas laten staan. De vrouw op hun bank laten zitten. Luc zit op school. Hij gaat niet elke dag naar school. Linda vraagt, mag Luc thuis blijven van school? Wat kan Amel het beste zeggen? Hij mag één dag per week thuis blijven. Hij mag thuis blijven als jij dat goed vindt. Hij moet elke dag naar school. Linda vindt het moeilijk om Luc op te voeden. Ze wil graag hulp. Ze vraagt wie kan mij helpen bij het opvoeden. Wat kan Amel het beste zeggen? Bureau Jeugdzorg. De politie. De school. Lisa zit op het VMBO. Ali vindt lerares een goed beroep voor haar. Zara vraagt: kan Lisa met een vmbo-diploma lerares worden? Wat kan Ali het beste zeggen? Ja, Lisa kan al meteen gaan werken. Ja. Lisa kan meteen de HBO-opleiding voor lerares gaan doen. Nee, Lisa moet dan eerst nog naar het MBO. Amel krijgt een rekening van de basisschool. De rekening is voor de ouderbijdrage van 150 euro. Amel vraagt, naar wie gaat dat geld eigenlijk? Wat kan Hanna het beste zeggen? Naar de basisschool. Naar de gemeente. Naar het ministerie van Onderwijs. Lisa is bijna klaar met het VMBO. Ze wil misschien naar het MBO. Ali wil een studietoelage aanvragen. Waar kan Ali dat het beste doen? Bij de nieuwe school van Lisa. Bij Duo. bij het Belastingkantoor. Bo is bijna vier jaar. Bo moet bijna naar de basisschool. Amel vraagt dan Hanna, wie kiest de school? Wat kan Hanna het beste zeggen? De gemeente kiest een school voor een kind. Kinderen moeten naar de school in de buurt. Ouders kiezen zelf een school voor hun kind.